Minder draagvlak kan gevolgen hebben voor het realiseren van ons energiebeleid. Onder andere voor de ambitie om 30 miljard kubieke meter aardgas in het jaar 2030 te produceren. Met voorrang uit de kleine velden. En vooral ook om kleinere aardgasvoorkomens in productie te nemen. Met bijvoorbeeld frackingtechnieken of stikstofinjectie. Daarvoor zullen de komende jaren veel nu nog onwinbare kleine voorraden extra aangeboord moeten worden. Allemaal van belang voor de rol van aardgas in onze totale energiemix. Waarbij aardgas nu voor 60% de brandstof is bij onze elektriciteitsproductie. Veel meer dan andere bronnen. Aardgas is bovendien de beste aanvulling op de wisselende opbrengst van wind- en zonne-energie. Want gas is snel en flexibel in te zetten en levert de helft minder CO2-uitstoot vergeleken met kolen als brandstof. Maar het gaat ook om economische belangen. Bijvoorbeeld de aardgasbaten, zo'n 10 miljard euro per jaar. De Britse Brattle Group heeft berekend dat een investering van 7,7 miljard euro in putten, leidingen en opslag de komende 10 jaar 21 miljard euro oplevert aan economische activiteit. Daarnaast voorspelt Brattle 13.600 extra banen, bovenop de duizenden banen die de EMP-sector nu al biedt. Kortom, investeringen in de Nederlandse gasrotonde. Het belang van aardgas is dus groot, ook de komende jaren in een meer duurzame energiemix. De vraag is wat we moeten doen om innovaties en ontwikkelingen op dit gebied de ruimte te geven. Hoe zorgen we voor draagvlak? Zijn er zaken die we in elk geval niet moeten doen? Zeggen dat het wel meevalt. Het valt wel mee. En de aardbeving kan zo zijn, dan komt er misschien een scheurtje, maar de schoorsteen valt niet van het dak. Mijn indruk is dat over het algemeen bedrijven en overheden daar toch wat simpel over nadenken. En vaak onder het motto van huren effectief public relations bureau die een goede campagne neer kan zetten om de burger te overtuigen. Vooral niet onbetrouwbaar zijn en dingen verdraaien. Als energiesector moeten we in elk geval niet denken van nou, wij hebben erover nagedacht. Wij hebben de technisch beste oplossing. En nu zullen we dat wel. Ja, dat is een beetje vervelend, maar we leggen dat goed uit aan de samenleving en dan komt het wel in orde. De traditionele benadering is, het publiek heeft niet voldoende kennis. Dus als we hun maar informatie geven en laten zien dat het allemaal veilig is en dat het ons heel veel oplevert in termen van CO2-reductie, economische baten, et cetera, dan zijn ze wel overtuigd. Maar dit is echt al zo vaak aangetoond dat die opvatting niet klopt. Wat je dus niet moet doen en wat toch wel een deel van de sector, denk ik, toch neigt te doen. Die snappen ook wel dat je niet ieder project zomaar kan verkopen. En dus die gaan dan proberen wat onderzoeken uit te zetten die laten zien dat het goede projecten zijn. Of die zeggen, nou laten we wat geld in gaan zetten voor een fonds voor duurzame energie. Dat neigt toch naar afkopen. Experimenten zoals met schaliegas, waarbij het onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor het landschap, voor het milieu, voor de mensen in de omgeving. En daar toch heel hard op in blijven zetten. Ik denk dat dat heel slecht is voor het imago van de sector. De energie nu wordt gericht op tegenstanders. Die proberen ze te overtuigen met vooral technische argumenten. Terwijl de voorstanders, of mogelijke voorstanders, die blijven helemaal aan de zijlijn staan. En wellicht als je ze iets meer kan uitleggen wat je ze nou eigenlijk te bieden hebt, dat je bij die groep wat meer gehoor zou vinden. We hebben misschien te veel geneigd waren om de kop in het zand te steken en nog eens technisch uit te leggen dat het allemaal geen kwaad kan. Terwijl natuurlijk de vragen meer gaan om, wat is nou de impact, wat ben je precies aan het doen? Dus minder in de verdediging, maar meer in de aanval, zou ik zeggen, als het om communicatie gaat. Adviezen over wat je beter niet kunt doen. Kijk ook naar de andere items in deze aardgas-update. Bijvoorbeeld over suggesties om het draagvlak voor energievernieuwing te vergroten.